Wereldwijd hebben christenen op Goede Vrijdag de kruisiging van de dood van Jezus herdacht. Ook in Suriname zijn kerkgangers trouw naar de kerk geweest. Op Goede Vrijdag werd Jezus volgens de Bijbel veroordeeld tot de kruisdood door de Romeinse stadhouder Benitius Pilatus op aandrang van het Sanhedrin. Deze straf werd vertrokken op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Onze nieuwsdienst nam een kijkje in de Sint Petrus en Paulus Basiliek. Wie zoekt hij? Zij antwoordde hem. Jezus de Nazareer. Jezus zei hun. Dat ben ik. Ook Judas zijn verrader begon zich bij hem. Nauwelijks had Jezus hem gezegd, dat ben ik, of zij weken achteruit en vielen op de grond. Nog eens, vroeg hij hun. Wie zoekt hij? Zij zeiden. Jezus de Nazareer. Jezus antwoordde. Ik heb u gezegd dat ik het ben. Als gij mij zoekt, laat deze mensen dan gaan. Vervuld moest worden wat hij gezegd had. Niemand van hen die gij mij gegeven hebt, liet ik verloren gaan. Maar Simon Petrus had een zwaard bij zich. Hij trok het en verwondde daarmee de knecht van de hoogpriester door hem het rechter oor af te slaan. Goede Vrijdag volgt na Witte Donderdag en gaat vooraf aan Stille Zaterdag vandaag dus. De dag daarop volgt Pasen. In de grote stadskerk was er ook een mooie kerkdienst te volgen. Maria. Great thou art. En nog meer door zijn grote liefde dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om onze zonde op zich te nemen op het kruis. En wat zouden we anders kunnen doen dan hem danken? Can I say thanks for the things you have done for me. ATV wens de christenen een gezegende stille weekend toe.